Voorheen werden daklozen opgevangen in een grote ruimte in een huis, waar alles aanwezig was. In onze ogen eigenlijk best gezellig, ik ben er geweest. Best gezellig, staat een groot biljart, televisie, een paar pc's. Het is lekker warm, je krijgt elke avond eten. En zij zijn tot de ontdekking gekomen, en doen dat met meerdere maatschappelijke opvang, dat dat niet meer de manier is waarop je mensen op moet vangen. Want dat dat mensen ook juist heel erg isoleert. Dat mensen die ook al allerlei problemen hebben, dat mensen niet meer in beweging brengt. Wat ze wilden was doorstroom. Zorgen dat mensen op zichzelf blijven staan. Dus veel eerder in het proces, wanneer je ziet dat iemand in problemen komt, zorg dat hij opgevangen wordt en dat hij in een huis komt. In een eigen huis met begeleiding. Ja, ik sta hier ook vanmiddag om u wat tips mee te geven, uiteraard. Dus dit moet u ook zien als tip. Dat je eerst heel erg moet kijken naar de waardes. Ik ga altijd met opdrachtgevers dan eerst een sessie houden van dat we gaan praten over de waarden. Want die waarden, die moet je net iets kantelen. De waarden, als je je wil verbinden aan het bedrijfsleven, dan dat bedrijfsleven is vaak nog niet klaar. Die hebben niet zoals fondsen geld bestemd voor goede doelen. Waarbij je, als je een goed project hebt, een goede aanvraag doet, het geld krijgt. Als er geld is. Bij bedrijven moet je vaak enorm lobbyen om ze te laten zien dat ze zich verbinden aan jouw project, dat zinvol voor hun bedrijfsdoelstelling is. En dat heeft dus veel meer, dat gaat eigenlijk veel verder. En dat betekent dat je lange gesprekken moet houden, gewoon echt goede sessies moet doen over waarden. Welke waarden hebben we eigenlijk? Hier ziet u de folder van de campagne van DNO Doen, waarin we ook alles duidelijk hebben uitgelegd. Ook altijd heel duidelijk over het geld. Wat is er nodig? Waar wordt het dan uitgegeven in de organisatie? Alle bedrijven vragen onmiddellijk, ondernemers vragen onmiddellijk, waar geeft u het dan uit? Dus zorg dat je dat in een klein grafiekje ergens in je folder hebt. Zorg dat je bij de ondernemer zelf bent, heb interesse. Word lid van netwerken, kom op hun avonden. Je kan altijd als gast komen bij de meeste ondernemersverenigingen, als je dat gewoon vraagt. En zorg ook dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat ze doen. En dan komen we weer op die vonk. Als jij oprecht toegewijd bent en je bent enthousiast, dan krijg je daar ook wat voor terug. Die vonk kan overspringen. Dat is wel het allerbelangrijkste, want het allerbelangrijkste in al die dingen die je doet, zijn menselijke contacten. Dit is een voorbeeld van hoe we de campagne, hoe we de DNO Doen neer hebben gezet, omdat niemand ze kende. We zijn naar het Noord-Holland Dagblad gestapt en we hebben daar 8 weken lang zulke pagina's in de krant gehad. Met getuigenissen van mensen die er werken, mensen die in de opvang zitten, van in dit geval Diana Vernooy, de locatiemanager, die dus... Eerst zei ik wil niet met mijn gezicht in de krant. Dat is helemaal niet gebruikelijk bij ons in de sociale sector. Nou, ik zei, Diana, dat moet. Want jij bent het gezicht. En mensen willen jou zien en jou aanspreken. En zo is het dus ook gegaan.